Beste golfers, door de beperkingen die het coronavirus ons oplegt, kunnen we helaas niet spelen op onze mooie baan. Maar vandaag heb ik een afspraak met Suus van Daal, bestuurslid met in haar portefeuille de golfbaan, en met Wim, een van de greenkeepers. En zij gaan ons uitleggen en laten zien wat er allemaal gebeurt en hoe hard er gewerkt wordt en waaraan er gewerkt wordt op de mooie baan. Ik ben benieuwd, het zal vast hartstikke mooi worden. Nou, we staan hier vandaag met Wim op de baan om eigenlijk even een kijkje te nemen in wat er nu allemaal gebeurt terwijl wij als leden niet mogen spelen. Dus we willen eigenlijk vragen of Wim ons een beetje meeneemt in wat we allemaal aan het doen zijn. En we gaan zo meteen ook nog een kijkje nemen in wat er allemaal in de baan gebeurt. Ja, we hebben van de nood maar een deugd gemaakt, om het zo maar eens te zeggen. En we zijn, nu kunnen we prettig werken. En dan dachten wij van dan gaan we het groot onderhoud toch maar eens een beetje meer naar voren halen. En de dingen die eigenlijk echt moeten gebeuren, die laten we nu maar gebeuren. Dus het beluchten van de greens is een van de meest belangrijke dingen die ik eigenlijk wel vind. Je hebt natuurlijk als grasplantje heb je water nodig. Dat is heel belangrijk, net als de mens. En lucht heb je ook nodig. We hebben ook maar en een beetje eten. Die drie dingen zijn ontzettend belangrijk om het laten groeien van het grasplantje. Dus omdat we een beetje een hele natte herfst en najaar, voorjaar hebben gehad, waren we toch van mening, omdat we zoveel natte plekken op de greens hebben, om dat naar voren te halen en dus diep. Met een pen van 12 mm, 30 centimeter de green in te doen, zeg maar. En om daardoor lucht bij de worteltjes te brengen. Dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Daarbij doen we hem gelijk een beetje doorzaaien met een nieuw grasje erin. Nu kunnen we het ook het grasplantje de kans geven om het te laten kiemen en te laten groeien. Omdat er nu nagenoeg geen betreding is. En hopen dat we dan zometeen alles goed voor elkaar hebben. Nou, Wim, we staan hier op hol 17. Ja. Er ligt natuurlijk de hele winter, hadden we al een aantal gaten hier, omdat het ook erg nat was. Zeker met de bunkers daar op hol 4. Kan je ons iets meer vertellen over wat we hier zien? Ja, hier zien we best wel een beetje een probleempje, zeg maar. Het is best wel lastig, want alles zit onder de grond. En om dan eens uit te vinden waar nou precies het probleem zit, dat wisten we niet. Dus we komen en een beregening tegen en we komen nog een oude drain tegen en we komen wat machinebewerkingen tegen die de oude drains doorgehakt hebben. We komen ijzer substantie tegen in de drainageleidingen. En dan moeten we toch maar op zien te lossen. Dus we zijn maar bij het begin begonnen. Dus in november zijn we met de bunker begonnen. Want daar stond water in. En vanaf de bunker zijn we gaan bedenken van waar zou dat afwateren? En vervolgens kwamen we dit probleem tegen. En nu kunnen we eindelijk weer werken. Omdat de nattigheid eindelijk een beetje over is. En dan kunnen we met de machines aan de gang. Dus we hebben dit eigenlijk het probleem bij de kop gepakt. En dat zijn we nu aan het doen. Dus we zijn hier nu een nieuw stukje drainage aan het leggen om het water van hol 4 af te voeren. En dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Maar ik moet wel zeggen, dat menen we wel, het is voor ons ook ontzettend onwerkelijk. Ja, het is zo lekker. Het is wel verschil, we missen de golfers ook wel een beetje. Stiekem toch wel een beetje, Wim? Ja, toch wel een beetje, ja. Want jullie hebben natuurlijk wel de vrije hand zo. De vakantie, zeg maar, is leuk, maar we mopperen wel eens op de golfers, maar we missen ze. De grond waar we natuurlijk onze golfbaan op hebben liggen. De Krommerijn streek rond.